allemaal kort gezet. Dat houdt in dat we alle die een kleurtje hadden hebben eraf gehaald. En dan hebben we ze een week laten groeien. En we hadden eigenlijk een klein beetje meer zon willen hebben. Maar goed, wat die is, dat is niet. En dus ja, moet je kijken, er staan er heel veel op. Dus wat we kunnen leveren, dat gaan we nu vandaag leveren. Dat is geweldig. Ja. Grappig dat je zegt, we hadden eigenlijk meer zon kunnen gebruiken. Terwijl het is een zonovergoten zomer geweest. Hè? Deze week alleen al hadden we iets meer zon kunnen gebruiken. Ja. Hadden ze nog iets meer open gestaan, hadden ze ook wat meer opgestaan. Maar goed, het is zo. Daar hebben we allemaal last van. Ja. Mensen, dat zorgen jullie ook tussen de bosjes kijken alsjeblieft. He, ook, want we hebben ze allemaal nodig. Een goede plukker? Nou, een goede plukker, dat zijn ze allemaal. Want het is heel simpel. Hè? Als ze zeggen van zo, dat moet eraf, dan gaat het eraf. Nog eens laten zitten. Ik heb geen stress, maar misschien dat er wel bij zijn die er wat dieper in zitten, dat die wel stress hebben. Maar nee, ik ervaar nog geen stress. Als het zaterdagavond nog ver leeg is, dan denk ik wel dat ik stress krijg. Maar eerder niet. Hoe schat je je kansen in dit jaar voor dit buurtschap? Niet zo hoog, denk ik. Nou, we zullen het zien. Oh jee! Maar ik vind het zelf niet zo heel mooi waar. Dat kan, hè. Dus maar zullen we het zondag zien? Nee, er is geen stress. Dat is stom, hè. Het is gegroeid, ze staan er en we halen ze eraf. De stress zit ergens anders. Die zit in de tent, maar niet hier. Nee. Hier, de mensen zijn allemaal ervaren plukkers. Er zijn een enkele nieuw is erbij gekomen. Ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Je moet alleen goed in de gaten houden. Goed in de gaten houden of ze de juiste bij de juiste kist doen. Dus ik moet wel aan die kant eventjes. Ja. De Ralfie. En dan gaan we naar de Golden Scepter.